Langs de oevers van de Deile maakt de kazernedocent zich bekend door zijn serene en monolithische verschijning. Het ingetogen, maar evenzeer monumentale volume drukt onbeschroomd zijn footprint in de omgeving en torent uit boven de omliggende behuizing. In de Tweede Wereldoorlog werden vanuit het kazernegebouw meer dan 25.000 Joden gedeporteerd via goederentreinen naar concentratiekampen in Duitsland en Polen. De rechtervleugel van het oude kazernegebouw werd heringericht tot een memoriaal. Tegenoverliggend, op de plaats van het voormalige arresthuis, ontwierp Bob van Reet in 2012 de kazerne Dossin, een nieuw museum voor de permanente collectie in het documentatiecentrum over de Holocaust en de mensenrechten. De restanten van het arresthuis worden opgenomen in een nieuwe muur rondom het museum. Deze muur volgt de contouren van het terrein en is de verderzetting van de oude stadsmuur. De drukte van de Edgar Tinnelaan wordt hierbij afgeschermd van het museumplein. Het neutrale en lichte kleurenpalet van de bestrating, maar ook het ritme dat wordt opgelegd door het doorgaand verkeer, dragen bij tot de beleving van traagheid, rust en intimiteit op deze plek. De ramen die uitkijken op de oude kazerne zijn dichtgemetseld. Afwezigheid en eenzaamheid drukken zich van buiten naar binnen door. Op de grote muur in het museum wordt een gezicht gegeven aan de 25.000 gedeporteerde Joden. Deze portrettenmuur strekt zich uit over de 5 verdiepingen en confronteert de bezoeker steeds met de realiteit van de gruwelijke gebeurtenissen. Doorheen de trappen sijpelt natuurlijk licht binnen langs de randen van de donkere tentoonstellingsruimte. De bezoeker wordt begeleid naar de finale bestemming. De verdieping van ontlading, bezinning en stilte. Vanop het rondlopende balkon kan de bezoeker een terugblik werpen op de stad Mechelen en het oude kazernegebouw. Kazerne Dossin legt nadruk op de plek, moffelt de geschiedenis niet weg en draagt tegelijk een positieve boodschap uit met het schrijven van zijn eigen identiteit.